over Sinterklaas. Ja, goed je verder. Welkom op mijn kantoor. Welkom, fijn dat u er bent. Ik heb namelijk een persoonlijke boodschap voor mijn grote vriend Martijn Schmid. Dag, lieve Martijn. Prachtige, mooie Miranda. Knappe Anouk. Job, niet te vergeten. Job. En stoere Anke. Hier een persoonlijke groet voor jullie grote vriend Sint-Nicolaas en Zwarte Piet. Dit had je niet gedacht. Wij ook niet, Sinterklaas. Maar wij ook niet. Je vertrekt uit Weidemeren. 28 keer heb je ons mogen ontvangen. Hier in Weidemeren, Ankeveen, Loosdrecht, Kortehoef en Nederhorsterberg. Gelauwerd. Een kenner. En wat deed je dat fantastisch. Toen wij vernamen dat je Weidemeren ging verlaten, heb ik direct met mijn Pieter besloten om te kijken of we niet iets kleins voor je konden doen. We staan hier in ons kleine kantoor in Madrid en hebben ons pak aangetrokken, speciaal voor jou. Je bent onvervangbaar als burgemeester Martijn voor de gemeente Weidemeren. Dat wil zeggen... Nou, onvervangbaar Sinterklaas. We hebben nog wel wat kandidaten. Ja, je moet het anders uitleggen. Om jou te kunnen vervangen, zouden we 6 andere kandidaten moeten hebben. En via social media bereikte ons het bericht dat die er wel waren. Nee, die nog niet. Het is een raar verhaal. Als wij namelijk aankwamen, fluisterde die altijd in mijn oor. Zullen we straks even een borrel doen op het gemeentehuis? Wat bedoelde die daarmee? Nou, het was in ieder geval dat het altijd in het soepje liep. Ah. Dat is wel veranderd. Toen u kwam als burgervader, stond het gemeentehuis van Loosdrecht bekend, of van Weidemeren, als het gemeentehuis waar alles in de soep liep. Sinds uw komst... Is het beter? Is het beter, Martijn. Maar u blijft voor mij die fluister... burgemeester die dat even in mijn oor fluisterde. Lieve Martijn, als je de burgemeester van sport zou moeten aanwijzen hier in de gemeente Weidemeren, dan schiet ons maar 1 iemand te binnen. Bibian Mentel. Wat een fantastische vrouw is dat. U heeft haar mogen huldigen. Een hoogtepunt voor haar, maar zeker ook voor u tijdens uw werkzame carrière bij de gemeente Weidemeren. Bibian Mentel, de nieuwe burgemeester van sport voor de gemeente Weidemeren. Wat een topper. Als je kijkt in Loosdrecht heb je het ook over de polder. Als je kijkt in Weidemeren heb je het over de polder. Kortehoef, overal heb je polder. Een burgemeester van polder. Een burgemeester van polder. Ja, niet zomaar een poldermodel. Wat dacht u van Richard van der Wild? Als er iemand weet hoe het hier aan toe gaat in de polder, dan is hij wel de aangewezen burgemeester. Wij zouden hem aanwijzen. U ook. Hard nodig op een dag als vandaag? Jazeker, op zo'n dag als vandaag heb je natuurlijk een burgemeester van IJs nodig. Wie zou dat beter kunnen doen als Jacob van der Meulen? Jacob heeft sinds vandaag arbeidseisverkorting. Het is 27 graden, ook in Nederland. Het was een van zijn eisen ook. Het was een eis van hem, hè? De komende 25 jaar heeft u van Jacob geen last. Er komt toch geen eis meer. Maar dan had u zelf ook al iemand benoemd. Als nieuwe burgervader van de gemeente Weidemeren. Hij solliciteerde en u heeft hem benoemd. Nou, hij solliciteerde? Ja, zeker. Op Facebook. Facebook nog wel te verstaan. Ruud Vastenburg, en u heeft hem al aangewezen. De nieuwe burgervader van Feest in de gemeente Weidemeren. Die zou wel eens een avondje achter of voor de bar kunnen staan, denk ik. Voor de bar is beter, Sinterklaas. Bij alle evenementen die Weidemeren rijk is. Het zou goed zijn voor de steun van de lokale stichting. Ja, ik had er zelf ook nog eentje tussen gedaan, Sinterklaas. Nee, dat meen je. Ja, we hebben hier natuurlijk ontzettend veel plassen. Ja, natuurlijk, een burgemeester van Plas. Een burgemeester van Plas hebben we nodig. Wie zal het zijn dan?
Nee, zeg Piet. Patricia Paai als burgemeester van Plas in Loosdrecht? Beter is het niet. Ja, maar het is vol, hè? Het is vol. Niet doen. Dat is niet een goed idee. Dan gaan we naar de volgende. U weet natuurlijk over de aanstaande samenwerking met de gemeentes om ons heen. Wij denken zelf dat als burgemeester van integratie Pieter Buurtjes. Hij oefent voor de intocht al een jaar of zes in Hilversum en in de Hilversumse meet. Oefenen is het nog, hè? Jazeker, dat is oefenen. Want ik moet u zeggen, de aantocht daar of de inkomst of de aankomst, hoe je het noemt. Ze pakken een hijskraan, ze hijsen een ponton op, ze zetten het in het Hilversumskanaal, ze varen mij vervolgens naar de zoutmijnen of de zoutkeet. Ik word er uitgeladen. Dat is dan de intocht. En het is nog veel erger, Piet. En in Hilversum geloven ze dat dat echt is? Nou, het is erger nog. Dan word ik rondgereden door de stad, kom ik terug, heb ik een parkeerboete zitten. Op mijn boot. Ik ben blij dat ik altijd hier in Loosdrecht kom. Ja, dat begrijp ik. Maar Pieter oefent goed. Hij zal een fantastische burgemeester zijn om Hilversum onder te brengen in Loosdrecht. Het is toch duidelijk, als Sinterklaas niet eens fatsoenlijk kan aankomen. Dan gaat het hem niet worden. Dan wordt toch Loosdrecht de nieuwe stad. Of Weidemeren. En daar hoort Hilversum dan bij. Gaan wij Pieter zien binnenkort? Bij Wetterwil? Hij is van harte welkom. Lieve, lieve, lieve Martijn. Oh, drie keer Sinterklaas. Jazeker. Het kan wel op, hè? Ja, nou, het kan op, maar het is lieve Martijn, lieve Miranda, lieve Anouk, Joop en Anker. De mensen in Weidemeren gaan jullie niet meer ontmoeten. Maar wij natuurlijk wel. Maar ik vond het een klein beetje overdreven van de burgemeester om een doos tissues achter te laten, Sinterklaas. Hebben wij ontvangen? U heeft straks de zee. En wij de meren.